En volgt dat ooievaarspaardje op de voet? Ja. Heb je de geboorte al live gezien? Of, Ja, want ik zat gisteravond, ik moest gisteravond een weblog schrijven. Ik denk, oh, wat moet ik nou schrijven? Ze zijn er nog steeds niet. En ik zat te kijken. Ik zeg, sta nou eens op, dacht ik. En ze stond op en ik zag een heel klein kopje. Nou, en we hebben een soort groepsapp. Nou, die barstte ook uit zijn voegen natuurlijk. Het was fantastisch. En het tweede is er. En inmiddels het derde ook uit het ei. Ik heb het zelf nog niet gezien, maar trouwe kijkers die melden van het derde is er ook. Want ik dacht inderdaad, het zijn er twee. Ik heb twee pluizige kopjes gezien, maar het zijn er drie. Ja, vannacht is er nog eentje uit het ei gekropen, of vanochtend vroeg. Maar dat heb ik zelf nog niet mogen zien, want ze blijven maar zitten. En ik sta er toch eens op, maar ja. En hoe gaat dat bij ooievaars? Want het is natuurlijk een dik ei, een dikke schaal. Zo'n kuik is nou een kilo of drie, vier? Hoe, Nou, als ze uitvliegen, maar nog niet als ze geboren worden. Als ze zwaar zijn ze? Ja, een paar honderd gram. Oh, niet zoveel. Ja, zo'n ei valt eigenlijk wel mee, hoor. Als je het vergelijkt met een kippenei, is het natuurlijk wel wat groter. En ook een ganzenei is het nog wel een forse slag groter. Maar als je het ziet, denk je, nou, als er uiteindelijk zo'n grote vogel uitkomt, valt dat wel mee. Ja. Dus het is niet enorm, want hoe lang zijn ze bezig om uit het ei te komen? Ja, weet je, over het algemeen wordt van kuikens wel gezegd van dat kan wel een dag duren. Ze beginnen eerst met het pikken van een klein gaatje. En dan komen ze eindelijk eens even tot rust. Dan moeten ze soms wel een paar uur wachten. En dan hebben ze een beetje lucht van buiten moeten ze aan wennen. Ja. En dan langzamerhand gaan ze zich draaien en dan weer een stukje wegpikken. Dus bij sommige vogels duurt het wel 24 uur. Maar ik denk dat het derde kuik het dus veel sneller heeft gedaan. Want die hoort eigenlijk pas morgen uit het ei te komen. Maar ja, hij is er nu ook al. Maar hoezo hoort hij pas morgen uit het ei te komen? Nou, het is zo, de broedduur is 33 dagen. En die eieren worden om de twee dagen gelegd. Dus het eerste ei wordt gelegd, dan gaat de ouder nog niet broeden. Bij het tweede ei, dan gaat hij broeden. Dus de eerste twee kuikens, die komen ongeveer op hetzelfde moment uit. De derde kuiken moet officieel, dus pas twee dagen later. Maar ik heb altijd het idee, dan is er zoveel reuring al in dat nest. Dan heeft hij zoiets, ik wil er ook uit. Ja, ik weet niet of dat waar is. Maar nooit geweten, wat grappig. Dus hij is altijd twee dagen tussen. Ja. Dus dan is hij altijd twee dagen later uitgerekend. En daarom is ook altijd het laatste kuik dat uitkomt een beetje het minkukeltje. Ja, die is ook vaak het haasje. Die is vaak bij het haasje. Maar stel nou dat een van de ouderen het niet redden. Of het oudste kuik is het niet redden. Of dat één ei niet uitkomt. Ja, dan heeft hij natuurlijk wel een kans. Dus er wordt altijd gezegd door alle kijkers. Ja, waarom leggen ze nou zoveel eieren? Want dan wordt er toch altijd wel één opgegeten of uit het nest gegooid. Ja. Maar ja, dat is het inschatten van risico. Recht van de sterkste. Ja. En bij de ooievaars zie je dat echt in your face. Want soms wordt zo'n baby dan in één keer zo klok, klok, klok opgeslokt. Of hij wordt gewoon zonder pardon het nest uitgemieterd. Dat is altijd heel naar om te zien. Ja, maar ook fascinerend. Fascinerend. Want vroeger zagen we dat natuurlijk allemaal nooit. Maar sinds die camera's erop staan, kan je het allemaal zo goed volgen. Ja. Ja, weet je, en het is ook wel logisch, want ze redden het gewoon niet, vijf kuikens groot brengen. Dat is te veel. En drie is dus dan misschien eigenlijk ook al te veel? Nou, 2 à 3 is normaal dat ze het redden. Kijk, dus dat hangt ook een beetje van het seizoen af. Hè. Vanmiddag gaat het, geloof ik, regenen. Nou, ik persoonlijk vind dat natuurlijk niet zo leuk. Maar voor de ooievaars is het fantastisch. Want de kuikens worden de eerste week vooral met regenwormen gevoerd. Nou, en de grond is nu zo droog. Mm-hmm. Dus als het vanmiddag gaat regenen, dan worden die weilanden lekker nat. En dan is het een overvloed aan regenwormen. Dus dan hebben de ouders ook wat minder moeite om het voer te zoeken. Om voedsel te vinden, ja. En hoe gaat dat nu? Ze blijven nu, natuurlijk blijven ze in het nest, maar hoe lang duurt het voordat ze dan gaan uitvliegen? Hoe lang kunnen we dat wordt half juli of zo pas, op z'n vroegst. Ja. Dus dat duurt eindeloos. Op een gegeven moment denk je ook van kom op, ze worden gevoerd en op een gegeven moment zijn ze dan 3,5 kilo, 4 kilo. En dan zijn ze te zwaar om uit te vliegen, dus dan gaan de ouders minder voedsel brengen. En dan worden ze een beetje magerder weer. Ze moeten afvallen op een gegeven moment. Echt waar? Ze moeten eerst op dieet voordat ze dan weer dat nest uit kunnen? Ja, ze komen gewoon die lucht niet in. Ze zitten eindelijk natuurlijk met hun vleugels te oefenen en weet je, die spieren krachtig te maken. Maar dat lukt dan niet. En af en toe zie je ze dan een heel klein beetje opstijgen en dan lukt het niet. En dus ze moeten echt getriggerd worden ook door de ouders. Ja, het wordt tijd om eraf te komen. Dan krijgen ze honger en dan vallen ze af. En dan, op een gegeven moment hebben ze zoveel honger, denk ik dan, gaan ze de lucht in. Ja, dus die dikkertjes, dat wordt het niet. En dan gaan ze weer een beetje afvallen en dan gaan ze de lucht. Nou, geweldig.